Heel veel mensen vragen mij, Jopie, zou je nog één keer willen vertellen over jouw traumatische ervaring met Anton? Want het helpt ons ook voor de verwerking der dingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het vreselijk moeilijk, maar mijn psycholoog heeft ook gezegd, blijf het vertellen en dan vertel je het van je af. Dus bij deze. Het was op een dinsdagochtend. Ik sta gebukt voor de diepvries, want ik zocht de vissticks. Afijn. Ik voel dat Anton mij van achteren benadert, want dat voel je als vrouw, hè? Als een man je van achteren benadert. Oh, afijn. Hij pakt me bij mijn rokbeet, hij rost die rok omhoog. Oh. Heb me alle hoeken van die diepvries laten zien. Van links naar rechts, van boven naar onder. Ik zag diepvriesdopetten voorbij komen. Halve kippen, dozen bitterballen. Nou, fijn. Na 20 minuten heb ik me los kunnen wrikken. Ik geef hem een klap in zijn muil. Ik zeg, Anton, wat doe je nou? Ik schaam me de pleuris. Zegt hij zo tegen mij, zegt hij zo. Ja, maar Jopie, zo nog verontwaardigd zo. Dit heb je toch altijd zo gewild? Ik zei, ja, op zich wel. Maar niet midden in de Aldi.